Welkom. In deze video ga ik het hebben over energiesoorten en energieomzettingen. En deze video is onderdeel van mijn natuurkunde examentraining. Dus mocht je natuurkunde examen doen dit jaar, dan is dat zeker de moeite waard om even naar te kijken. Nou, als eerste gaan we even kijken naar energiesoorten. Er zijn verschillende soorten energie. En er zijn er meer dan die ik ga noemen, maar dit zijn wel de meeste. En er zitten misschien ook wel een paar tussen die niet in je boek staan. Maar dat is niet erg. Het gaat erom dat je er zoveel mogelijk moet kennen. Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld elektrische energie. Bijvoorbeeld een bliksemflits, daar zit elektrische energie in. Uit een stopcontact komt ook elektrische energie. Uit een batterij komt elektrische energie. Dat zijn allemaal voorbeelden van elektrische energie. Daarnaast hebben we ook chemische energie. Chemische energie zit in materialen en die komt vrij wanneer je ze verbrandt. Dus hier hebben we kaarsvet. En dat kaarsvet, daar zit chemische energie in. En wanneer je dat dan aansteekt, dan gaat dat verbranden. Dan komt die chemische energie als het ware vrij. En in dit geval zie je dat ook. Dus er komt licht bij vrij. Dus dat is dan stralingsenergie. En je voelt het ook, want er komt ook warmte of warmte-energie bij vrij. Dit is een energieomzetting. Daar ga ik zo meteen wat verder op in. Maar iedere keer als je dus iets verbrandt, dan komt daar de chemische energie uit. Dus hout heeft ook chemische energie. Maar ook voedsel. Dus als wij iets opeten, dan verbranden wij dat in ons lichaam. Niet echt met vuur, maar het is wel een verbrandingsreactie. Dus dan komt de chemische energie uit ons voedsel vrij. En kunnen wij dat gebruiken om bijvoorbeeld te bewegen. Dus als iets verbrand kan worden, dan komt daar chemische energie uit. Nou, nog een voorbeeld is geluidsenergie. Bijvoorbeeld een megafoon. Als je daar heel hard door praat, dan komt de geluidsenergie uit. Bewegingsenergie. Voorwerpen die bewegen, zoals deze auto's, die hebben bewegingsenergie. Dat betekent dat je de energie in moet stoppen om ze te laten bewegen. En om ze dan tot stilstand te krijgen, dan moet je die energie er weer uithalen, zodat de bewegingsenergie weer lager wordt. Dus alles dat beweegt, heeft bewegingsenergie. Zwaarte-energie. Dat heeft te maken met de hoogte. Bijvoorbeeld deze parachutist, die is van een hoge hoogte, hoogte gesprongen. En die verliest dan zijn zwaarte-energie. Hoe lager die komt, hoe kleiner zijn zwaarte-energie is. Die zwaarte-energie wordt ook wel eens potentiële energie genoemd of hoogte-energie. Maar dat is de energie die ze voorwerpen hebben wanneer ze op een bepaalde hoogte komen. En hoe hoger zo'n voorwerp is, hoe meer zwaarte-energie daarin zit. Veerenergie, bijvoorbeeld wanneer je een boog aanspant, dan veert die boog als het ware, die buigt om, daar zit dan veerenergie in. En dat merk je ook wel, want als je hem al loslaat, dan veert hij weer terug en dan komt die veerenergie er als het ware weer uit. Ook een elastiekje, daar zit veerenergie in. Dus als je een voorwerp hebt, wat je een beetje kan vervormen, dat heet dan ook wel elastisch vervormen, waardoor het weer terug gaat naar zijn eigen vorm, dan zit daar veerenergie in. Het kan bijvoorbeeld een tak zijn, als je aan een tak gaat hangen en die tak die breekt niet, maar die buigt door, dan gaat de veerenergie in die tak zitten. Nou, dit zijn allemaal voorbeelden. Nog eentje. Kernenergie. Ik dacht al, we hebben er nog eentje te gaan. Kernenergie. Kernenergie en chemische energie zijn twee verschillende vormen van energie. Chemische energie komt vrij wanneer je iets verbrandt. En kernenergie komt vrij wanneer daar kernreacties plaatsvinden. Bijvoorbeeld wanneer je plutonium of uranium hebt, dat zijn radioactieve stoffen, die reageren met elkaar, of met zichzelf trouwens ook. En dan komt daar ook energie uit. En die kernenergie heeft dus te maken met dat die kernen met elkaar reageren. Kernreactie wordt dat ook wel genoemd. De zon is ook een hele grote bron van kernenergie. Kerncentrales ook. Maar kernenergie en chemische energie zijn dus twee verschillende dingen. Let daarop. De ene heeft te maken met verbranding, dat is chemische energie. En de andere heeft te maken met kernreacties, en dat is kernenergie. Nou, al deze vormen van energie, die kunnen van de ene naar de andere overgaan. Je kunt elektrische energie gebruiken om bijvoorbeeld je eten te verwarmen. Dus dan maak je daar warmte-energie van. En dat kan met al deze energie, je kunt van de ene naar de andere vorm omgaan. Sommige heel makkelijk, andere veel moeilijker of eigenlijk bijna niet. Maar de meeste kunnen wel naar elkaar omgaan. En dat worden ook wel energieovergangen genoemd. Dus energie kan van de ene soort overgaan naar de andere soort. Dit heet een energieomzetting. En dat kun je weergeven in een energiestroomdiagram. En als voorbeeld hebben we hier deze. Dit is een motor, gewoon een automotor. Die gebruikt een vorm van energie en die maakt daar ook andere vormen van energie van. In dit geval gaat er chemische energie in, want die motor die verbrandt benzine. En als er een verbranding plaatsvindt, dat betekent dat er chemische energie uit benzine gebruikt wordt. Nou, die auto die doet daar iets mee, die gaat natuurlijk bewegen. Dus er komt bewegingsenergie uit. Maar dat is niet het enige.
Want naast dat die auto beweegt, dus merk je ook als je bijvoorbeeld je hand op de motorkap legt, dat die warm wordt. Dus er komt ook warmte bij vrij. Dit is nou een energieomzetting. We gaan van chemische energie in dit geval naar bewegingsenergie en naar warmte. Dat kun je in zo'n energiestroomdiagram weergeven. Dat kun je ook op deze manier weergeven. Chemische energie, en dan een pijltje, wordt bewegingsenergie plus warmte. Er staat nu alleen warmte. Je mag het ook opschrijven als warmte-energie. Dat is allebei goed. Nou, dit zijn dus energieomzettingen. En die moet je ook zelf kunnen bedenken. Zelf kunnen maken aan de hand van verschillende situaties. En daar gaan we zo meteen naar kijken. Of eigenlijk gaan we nu naar kijken. We hebben hier een energieomzetting in een gloeilamp. En ik heb even boven mijn hoofd staan alle soorten energie. Dat hoef je even nu niet uit je hoofd te kennen. Bij een toetsvraag moet je dat vaak wel. Maar nu even makkelijk, omdat je net geleerd hebt, staan ze er allemaal. Dus welke energieomzetting vindt er in een gloeilamp plaats? En je ziet één energie van tevoren. En dan komen twee energieën bij vrij. Zet hem even pauze, probeer het eerst zelf. Dan ga ik nu het antwoord geven. Nou, een gloeilamp die werkt op elektriciteit. Er gaat dus elektrische energie in. Nou, vervolgens komen er twee vormen van energie uit. Nou, zo'n lamp gebruik je natuurlijk om licht te maken. Dus er komt stralingsenergie uit. Daarnaast, maar als je hem vastpakt, dan moet je niet doen, vooral niet bij een gloeilamp, want die zijn best wel warm. Er komt ook warmte uit, oftewel warmte-energie. Dus dit is de energieomzetting die plaatsvindt in een gloeilamp. Dan gaan we naar de volgende. Dat is deze. Welke energieomzetting vindt er bij deze fietser plaats? Wederom, één energie gaat erin en er komen twee energieën uit. Kijk even of het lukt. En het lijkt alsof hij naar boven fietst, maar hij fietst niet naar boven. Dat is wel even belangrijk om te weten. Hij fietst gewoon horizontaal. Nou, zet hem even pauze. Probeer het eerst zelf. Dan ga ik nu laten zien hoe je aan het antwoord komt. Nou, als eerste, welke energie gaat erin? Wij mensen eten voedsel en dat verbranden wij. En dan gebruiken wij de chemische energie uit dat voedsel. En deze fietser die gebruikt dat onder andere om bewegingsenergie, want hij gaat bewegen. En daarnaast, nou, je merkt het waarschijnlijk wel als je gaat fietsen of als je gaat sporten, dan word je ook nog warm. Dus er komt ook nog warmte bij vrij. Stel nou dat hij ook omhoog zou gaan fietsen, dan zou er ook nog zwaarte-energie bij komen. Dus dat kan ook. Het kan ook zijn dat er één energie ingaat en dat er wel drie energieën uitkomen. Er kunnen heel veel energieën uitkomen. Vaak gaat er wel maar één energie in, maar er kunnen dus meerdere energieën uitkomen. Nou, nog één oefening. Die is iets lastiger, dat is deze. Je gebruikt je mobiel om naar een video te kijken van bijvoorbeeld meneer Wietsma Natuurkunde. Hé, misschien ben je dat nu al aan het doen. Vul het energieschema hieronder in. En we hebben hier, en dan ga ik even aanwijzen, we hebben hier één soort energie. Die wordt omgezet in twee vormen van energie. En daarvan wordt er weer eentje omgezet in drie vormen van energie. En ik geef even als tip, we beginnen bij de accu van de mobiel. Dus dat is waar we beginnen. Welke energie zit daarin? Waar wordt dat nou omgezet? En wat wordt daar vervolgens met die energie gedaan? Zet hem even op pauze. Dan ga ik nu laten zien hoe je aan het antwoord komt. Nou, als je naar een accu kijkt, of een batterij, dat zijn bronnen waar energie in zit. En die zit daar opgeslagen als chemische energie. Er zitten chemische stofjes in. En die verbranden dan weer niet, maar die gaan wel een reactie met elkaar aan. Een chemische reactie. En daardoor ontstaat, bij een accu en bij een batterij, ontstaat er elektrische energie. En die komt eruit. Dat is niet het enige wat er ontstaat, want accu's en batterijen worden ook een heel klein beetje warm wanneer ze dit doen. Soms merk je dat wel. Dan merk je echt dat die warm is. Als je lang op je mobiel zit, kun je wel merken dat je mobiel warm geworden is daardoor. Soms merk je dat ook niet. Nou, vervolgens wordt die elektrische energie wordt gebruikt om drie vormen van energie te doen. Want je bent een video aan het kijken van mij, dan zijn er drie vormen van energie die vrijkomen. Nou, als eerste komt er stralingsenergie vrij. Want ja, je kijkt ernaar, dus er komt licht uit. Dus dat is die stralingsenergie. Daarnaast luister je als het goed is naar mij. Dus er komt ook geluidenergie uit. Daarnaast wordt je beeldscherm een klein beetje warm. Je speakertjes worden een klein beetje warm. Maar er komt ook nog warmte vrij. Die warmte komt bijna altijd wel vrij bij zo'n energieomzetting. Dat wordt dan de niet nuttige energie genoemd, omdat we hem niet gebruiken, maar die komt bijna altijd wel vrij. Dus dit is een wat lastigere energieomzetting. Dus chemische energie uit de batterij wordt omgezet naar elektrische energie plus warmte. En die elektrische energie wordt vervolgens omgezet naar stralingsenergie en geluidsenergie. Nou, dan gaan we naar het laatste gedeelte, de samenvatting. Er zijn verschillende soorten energie die je moet kennen. Check even
in je boek wat dat nou precies bij voor jou zijn. Dat geldt, verschilt een beetje per niveau en per leerjaar. Maar dit zijn de energieën waar ik het vandaag over heb gehad. En ik gok niet dat er meer energieën zijn die je moet kennen, maar het kan wel zijn dat je sommige niet per se hoeft te kennen. Nou, daarnaast moet je weten dat energie van de ene soort kan overgaan in de andere soort, van de ene vorm naar de andere vorm. En dat heet een energieomzetting. En dat kun je weergeven in een energiestroomdiagram. Nou, dat was het. Ik hoop dat het duidelijk was en dank je wel voor het kijken.